Jezus zegt tegen Maria van Magdala: houd mij niet vast. Welkom bij het nieuwe filmpje van Vierde Kring. We zijn hier bij Dok 24 en we zijn te gast bij twee van onze gemeenteleden, Rolien Verkerk en Gadien Nijboer, die ons iets gaan vertellen over hun stichting Kleedkracht. Het gaat vandaag in dit filmpje over Maria van Magdala, die door Jezus op weg gestuurd werd met een missie. Gadien, wil jij iets vertellen over jullie missie hier? Dat wil ik wel. Nou, je bent hier bij Kleedkracht. Kleedkracht hebben wij 2 jaar geleden ongeveer opgezet. Ik kwam tegen in mijn werk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wel moesten solliciteren. Of moeten solliciteren voor een stageplek, voor een werkplek, voor een werkervaringsplek. Daarin waren drempels, want dan voor een sollicitatiegesprek moet je wat zelfvertrouwen hebben en moet je er goed uitzien. Want een eerste indruk kan je ook maar 1 keer doen bij een sollicitatiegesprek. Waardoor, nou, vaak hadden ze geen goede kleding of ze wisten niet zo goed hoe ze dat moesten aanpakken. Waardoor er een drempel ontstond om te solliciteren. Ja, terwijl werk wel heel belangrijk is voor zingeving. Hè? Zingeving aan je dag, werk doet iets met je zelfvertrouwen. Zo kwamen wij op het idee om Kleedkracht op te richten. Kleedkracht, nou, zoals je ook ziet, we hebben allemaal kleding. We helpen mensen met kleding uitzoeken, passend bij de vacature waar ze op solliciteren. En we hopen dan dat ze op deze manier wat meer zelfvertrouwen krijgen om zo, nou, met meer zelfvertrouwen naar een sollicitatiegesprek te gaan. Dus dat is eigenlijk wat we wensen en hopen voor alle mensen die hier komen. Hey, ik hoor Gwendien net een aantal keer het woord zelfvertrouwen gebruiken. En dat was natuurlijk ook wel een dingetje voor Maria van Magdala. Hè? Die had de neiging om Jezus vast te willen houden, bij hem te willen blijven. Want ja, wie ben ik nou om erop uit te gaan, om dat, die missie eigenlijk te doen? Herken jij dat gevoel zelf ook? Ja, ik denk dat we allemaal dat gevoel wel kennen. En ik weet toch wel dat ik als puber wel eens aan mijn moeder vroeg van: mama, volgens mij heb ik geen talenten. Volgens mij ben ik nergens goed in. En dan bleef mijn moeder heel lang stil. Die kon ook niks bedenken. Nee hoor, maar die zei van: nou, jij kan wel goed met mensen omgaan. En ik weet nog wel dat ik vroeger dacht: nou, dat vind ik niet echt een talent. Vond ik echt een beetje een dooddoener. Heb ik heel lang gedacht. En eigenlijk op het moment dat ik ben gaan lesgeven, maar ook hier juist bij Kleedkracht, is het wel een pre. En kom ik er wel achter dat het wel heel fijn is als je met heel veel verschillende soorten mensen overweg kan. En zeker mensen die hier komen, die vaak een flinke deuk in hun zelfvertrouwen hebben gekregen door wat ze hebben meegemaakt, omdat ze heel lang al in de bijstand zitten, ze voelen zich minder waardig. Het is ook echt wel een drempel om hier naartoe te komen. En dan is het eerste wat we doen, eerst maar eens even gezellig kletsen. Hoe is het met je? Nou, waar ben je goed in? En dat is soms ook wel echt wel zoeken, omdat mensen dat ook heel vaak gewoon niet weten. Nou, en dan gaan we kijken naar een bijpassende outfit. En dan zie je wel wat er gebeurt als mensen uit het pashokje komen. Dan is het eigenlijk al iemand anders. En dat is fantastisch. Ja. Ja. En Maria van Magdala was natuurlijk ook een vrouw. Dat was in die tijd ook wel een ding dat zij zich misschien ook daardoor minder waardig voelde ten opzichte van al die mannen die rondom Jezus meeliepen. Ja. En dit, als ik naar jou kijk, jij hebt een talent voor styling. Je bent goed in kleding en dat soort dingen. Ja. Heb je ooit gedacht dat jij daar ook God mee zou kunnen dienen? Dat je dat zou kunnen gebruiken in een missie? Nooit. Nee, want eigenlijk vind ik, want dat klopt wat je zegt, ik hou ook heel erg van kleding. Als student heb ik ook jarenlang in een kledingwinkel gewerkt. Maar ik vind het ook wel weer iets oppervlakkigs, eigenlijk, kleding. Ja. En doordat je die passie inzet nu om andere mensen te helpen, dan krijg je het ineens een andere lading. Hè? Dan kan je het wat diepgang geven. En dan ineens wel, maar dat heb ik voorheen nooit gedacht, nee. Wil je nog een oproep doen? Ja, zeker. Nou, misschien zit je thuis te kijken en denk je: nou, ik ken eigenlijk wel iemand die ook wel wat hulp kan gebruiken. Misschien kan jij zelf wel hulp gebruiken. Stuur een mailtje naar ons en wij willen je graag helpen. Dus heb je een afstand tot de arbeidsmarkt of wat voor reden dan ook, geen budget om passende kleding te kopen, neem contact met ons op. Maar ook als je gaat solliciteren en je hebt daar tips bij nodig, nou, wij helpen je graag. Maar ook als misschien je kast opgeschand gaat worden, nou, wij kunnen jullie oude kleding gebruiken. Dus neem contact met ons op. Alvast heel erg bedankt.
Wat een inspirerend verhaal, hè? Jullie kunnen nu even de tijd nemen om te delen met elkaar wat je van dit verhaal vond en hoe dat bij jouzelf eigenlijk gaat. Er staan een aantal vragen in beeld die je bij dat gesprek kunnen helpen. We gaan nu wat dieper inzoomen op wie Maria van Magdala was, wat ze meemaakte met Jezus. Ik lees met jullie Johannes 20, vers 11 tot en met 18. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, één bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. "Waarom huil je?" vroegen ze haar. Ze zei, "Ze hebben mijn Heer weggehaald. En ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben." Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. "Waarom huil je?" vroeg Jezus. "Wie zoek je?" Maria dacht dat het de tuinman was en zei, "Als u hem weggehaald hebt, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen." Jezus zei tegen haar, "Maria." Ze draaide zich om en zei, "Rabboni." Dat betekent meester. "Houd me niet vast," zei Jezus. "Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is." Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, "Ik heb de Heer gezien." En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. En dan komt er nu een korte meditatie van Wietse over dit Bijbelgedeelte. Nou, we zijn hier op een prachtige plek in het pand van Dok 24. En nog preciezer, we zijn hier bij het plekje waar kleedkracht mag zijn. Een plek van Roelien en Gerdien. Ze hebben daar zojuist over verteld. Een plek waar ze zelf in hun kracht mogen staan met hun passie voor kleding. Passie voor mensen die aan de rand van de samenleving zijn. Ze mogen in hun kracht staan, maar ze willen ook juist door wat zij doen andere mensen weer in hun kracht zetten. Prachtig om daar iets van te zien vandaag en iets van te horen. Ik denk dat het ook heel mooi aansluit bij de missie van Jezus. Dat Jezus dat verlangen ook heeft. Allereerst om ons in onze kracht te gaan zetten. Maar ook met het verlangen denk ik dat hij hoopt dat wij ook weer op onze beurt andere mensen in hun kracht gaan zetten. We hebben zojuist gelezen dat verhaal uit Johannes 20. Het verhaal over Maria van Magdala. En Jezus zegt tegen Maria van Magdala, "Houd mij niet vast." Een hele bijzondere uitspraak trouwens. "Houd mij niet vast." Wat bedoelt Jezus daarmee? Nou, even kort gezegd, ik denk dat Jezus daarmee bedoelt te zeggen, "Maria, jij bent er klaar voor. Jij bent er nu echt klaar voor om in je kracht te gaan staan." Wat is er aan de hand met Maria van de Magdala? Wie was zij eigenlijk? Nou, Maria van Magdala, dat was iemand die zeker niet in haar kracht stond. Kijken we naar haar verleden, dan weten we dat Maria van Magdala iemand was die echt ook aan de rand van de samenleving heeft gebivakkeerd. Maria van Magdala heeft een ziekte gehad, bezeten was ze, lezen we in de andere evangeliën ook, waar Jezus haar uiteindelijk van genas. Maar wat zal dat veel met haar gedaan hebben? Die bezetenheid. Bezeten van 7 boze geesten. Betekende dat ze geminacht werd door haar omgeving. Dat ze er niet toe deed. En waarschijnlijk de aanleiding dat ze die bezetenheid kreeg, waarschijnlijk is ook een hele pijnlijke gebeurtenis aan vooraf gegaan. Een moeilijk leven dus. Een vrouw die duidelijk niet in haar kracht stond. Tot het moment dat ze Jezus ontmoette. Jezus haar zag staan. Jezus haar liefde liet blijken aan haar. En er ook genas. Toen veranderde alles. Ze ervaarde dat ze er mocht zijn, dat ze ertoe deed. Geliefd. En ze week dan ook niet meer van Jezus' zijde. Ik denk dat dat trouwens een belangrijke basisvoorwaarde is om in je kracht te gaan staan. Dat je je echt geliefd weet. Dat je weet, ik mag er zijn. Dat je geliefd weet door mensen. Zoals hier mensen een stukje liefde mogen ervaren. Maar vooral denk ik dat het belangrijk is dat je je geliefd weet door Jezus. Want dat is niet zomaar een liefde. Dat is liefde
die niet meer van je af gaat, die niet meer wijkt. En dat zien we op deze paasmorgen ook gebeuren in het gedeelte vanuit Johannes 20. Op het moment dat Maria denkt dat ze Jezus kwijt is, staat ze in die tuin en ineens wordt ze weer bij haar naam geroepen. Maria. Ineens ontdekt ze dat de liefde van Jezus niet kapot te krijgen is. Niets kan haar scheiden van de liefde van Jezus. Dat is het wonder van Pasen. Jezus staat er weer en hij roept haar bij de naam Maria. Maria, ik laat jou niet in de steek. En dat is de belangrijkste voorwaarde om in je kracht te gaan staan. En daarom, omdat ze dat ervaren heeft, Jezus liefde blijft, staat ze op, kan ze weer opstaan en kan ze in de kracht staan. Ze is er klaar voor. Hou mij niet vast. Letterlijk staat er in het Grieks, houd mij niet langer vast. Met andere woorden, Maria, er is nu werk voor jou te doen. En hij stuurt haar naar de discipelen. Ga maar naar hen toe, ga en vertel hen maar het grote nieuws. Dat ik opstijg naar de Vader die ook jullie Vader is. Dat hij nu wijst op zijn opstijgen in de hemel, wil hij niet mee zeggen van, nou ik laat jullie alsnog in de steek. Maar eigenlijk wil hij de discipelen en Maria herinneren aan wat hij eerder had gezegd in Johannes 14. Als ik opstijg naar de Vader, zal de trooster komen en jullie zullen nog grotere dingen doen dan ik. Er komt de tijd nu dat mensen in hun kracht mogen gaan staan. En in navolging van Jezus ook mooie dingen kunnen doen hier op aarde. Mensen in hun kracht zetten. De ontmoeting met Jezus veranderde voor Maria dus heel veel. Want ze ontdekte een liefde die niet kapot te krijgen was. Een liefde die haar ook vrij maakte om in haar kracht te gaan staan en anderen ook in hun kracht te zetten. Ik hoop dat we dat met elkaar ook een beetje mogen bespreken, ook in dit filmpje, in de aanleiding van dit filmpje. Dat we eens bij onszelf nagaan, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Herken ik iets van die ontmoeting die Maria met Jezus had? Dat je zoveel mooie basis geeft, basis van liefde. Dat het je ook ruimte geeft om in je kracht te gaan staan. En wat zou dat dan voor jou kunnen zijn? Zoals hier Rolien en Gerdien op hun plekje in hun kracht staan, met hun gaven en talenten. Wat zou dat bij jou kunnen zijn? Waar zou jij God en mensen mee blij kunnen maken? Dat we iets kunnen vormgeven van die belangrijke missie van Jezus om zegen te verspreiden in deze wereld. Maria van Magdala had de neiging om Jezus vast te willen houden, bij hem te willen blijven, want wie ben ik om erop uitgestuurd te worden? Misschien herken je dat gevoel wel eens. Daarom willen we je uitdagen om te gaan luisteren naar een lied dat jou hierin bemoedigt. Het lied You Say van Lauren Daigle. Luister er alleen of samen naar met gesloten ogen. En als je alleen bent, kijk dan terwijl je luistert naar jezelf in de spiegel. Kijk jezelf aan in de spiegel en laat je bemoedigen door deze woorden. Fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. I think I'm weak.
Ik wil dit filmpje met jullie afsluiten met een zegenbede. Lieve Heer Jezus, geef ons kracht als wij ons aan u vastklampen. Zegen ons als wij op weg gaan en laat ons zien welke weg wij kunnen inslaan. Amen.